Dit eiland doet me ook een beetje denken aan dat van Game of Thrones. Nog een gat. Oh, met die arme konijn. Die zit helemaal vast. Oeh, zie je het? Zie je het? Hallo doggo. Yo, mijn naam is Tom. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Met het vierde Kingdom zijn we vandaag weer terug bij de serie Kingdom Tour. Op mijn server natuurlijk. Wil je de server joinen? Kijk even in de beschrijving naar de Discord link. Klik op de Discord link en meld je even aan op mijn Discord server. En dan gaan we nu even naar het land toe zwemmen. En dan gaan we even kijken wat Tirzon allemaal heeft gemaakt tot nu toe. Dus ik ben best wel benieuwd, want Tirzon is niet zo'n enorm bekende kingdom eigenlijk. Ik weet niet of het... Nee, sowieso niet het meeste online. Maar dat maakt niet uit. Ze hebben wel heel veel gebouwd. Had ik al meegekregen op de dit map. Ze hebben hier echt een huge gat gemaakt. Waarom zijn er allemaal deurtjes? Ik wil kijken wat die deurtjes zijn. Eén, gaan we gewoon één deurtje bekijken wat daarachter zit. Oké, enchantment. Table. En dan gaan we even kijken. Oh, hier is wel al iets. Oké, nou ja, gewoon een gat. Het zou wel heel geinig zijn als je allemaal huizen maakt. Gewoon allemaal kamers of zo of opslag. Oh, wat is dit? Dan gaan we er nog eentje bekijken. Gewoon voor lol. Oké. Niks, helaas. Vooral decoratie, denk ik. Helemaal naar beneden. Zal hier beneden nog wat zijn? Ik ga even kijken. Kun je hier helemaal beneden iets doen? Oh, je kunt hier helemaal naar beneden springen. Wow, oké. Een enorm open vlakte. Dus onder, helemaal beneden dit gat hebben ze nog een huge vlakte gemaakt. Waarom is het daar zo licht? Ik wil even kijken. Er zit een ander gat of zo. Hebben ze meerdere gaten? Het ziet er wel naar uit dat ze meerdere gaten hebben gemaakt. Oké, maar we gaan even terug naar dit gat en gaan we weer omhoog. Lekker vliegen. Ziet er wel episch uit, moet ik zeggen. Ik doe het even dag maken. Hoppa, dan zien jullie ook wel wat meer. Nou, dit is dus een heel groot gat midden in Tirzon. Zijn we wel flink van de mine, kun je zien. Stond hier een zombie of zo? Zo, dan gaan we eventjes kijken. Een huisje zie ik hier. Een nether portal, geen end portal. Oké. Okay. Huisje is ook nog niet af, maar dat maakt niet uit. Oh, ik wou omhoog vliegen. Het is wel een mooi huis hoor. Het is wel een nice huis. Mooie hoge daken zo. En hier een heel gedetailleerde buitenkant ook. Gedetailleerde dakken en zo. Niet in één keer zo recht naar beneden. En dan hebben we hier ook allemaal huisjes. Ik denk dat dit een beetje het dorpje is. Dus we gaan even kijken. Het is wel allemaal lekker dicht op elkaar gebouwd. Oh, hier is nog niets. Oké. Okay. Moet nog in worden gericht. Trouwens, ik ga even door naar eerst wat anders. Want die achter is nog wat anders. Want ja, hier ga ik nog niet te veel van laten zien. Dus ik ga eventjes die kant op vliegen. Want hier heb je nog een soort van klein fortje staan. En die hadden ze wel helemaal ingericht. Wist ik al. Die is heel mooi gedecoreerd van binnen. En hier stond ook nog een massive sword. Een heel mooi zwaard. Is wel vet gemaakt, ja. Dit eiland doet me ook een beetje denken aan dat van Game of Thrones. Ik ben alleen de naam kwijt. Maar daar halen ze die, hoe heet het? Die gekke zwarte stenen vandaan of zo. Waarmee je die dragen kon aanvallen, bla bla bla. Ik ben even de naam kwijt. Ik heb helemaal geen Game of Thrones meer gekeken. Oké, maar we gaan hier binnen eens kijken. Wat is hier? Hier is een, een kamertje. Gewoon open kamers. Oh, hier ligt een arrow. Is waarschijnlijk al mob dood gegaan. Oh, de wc. Oh, oké, ongemakkelijk. Nou, die arrow mag je terug hebben, Tirzon. Gaan we even hier beneden kijken wat we hier kunnen vinden. Een opslagruimte. Mooi. Ik dacht dat er nog meer was. Baan ik misschien iets over het hoofd gelopen. Oh, je kan niet omhoog. Oh ja, hier was het bed. Ja, klopt. En hier nog een klein kantoortje. Kan hier rustig werken. Geinig. Het is wel echt een doolhof hier. Maar ja, we gaan weer naar buiten. Oh, we zitten op het dak nu. Oké. Dan laat ik jullie even zien hoe het fort er zo uitziet. Of het fort, het huis, fort, ik weet het niet. Het lijkt een beetje op een fort en een beetje op een huis van binnen. Maar het is zeker wel heel episch gemaakt, ja. Van deze stijl hou ik wel hoor. En dan gaan we even terugvliegen naar het andere stuk waar we net waren. We waren hier begonnen en dan loop je zo het dorpje in.
Even kijken, dit huis was ik al in geweest. Dan liep ik deze kant op. Even kijken, loop ik het weer uit. Zijn hier ook nog deuren? Heeft dit huis geen deur? Nee. Nou, ook nog. Empty. Hopelijk is er wel nog een mooi huisje die al gevuld is. Oh, hier komt misschien een shop of zo. Oké, nog een gat. Oh, met die arme konijn. Die zit helemaal vast. Dat is wel sad. We hebben hier nog wat huisjes. Oh, dit is weer een ander. Dit is echt een doolhof dit. Ik denk, als ik hier zou wonen, dan zou ik mijn huis echt 10 keer kwijtraken. Dan zou ik gewoon bordjes neer moeten zetten. Dit is mijn huis. Of hier is mijn huis. Jammer. Moet wel de huisjes gaan inrichten, Teerzon. Maar het ziet er wel geinig uit. En hier uiteindelijk eindigen we bij iets, ook iets, echt iets episch. Dus ik ben benieuwd. Waar zijn we? Hier. Hier, zoals je al ziet, een heel groot gebouw. Wacht, we gaan misschien even kijken of in dit huis nog... Oké, laat maar, ik kan de deur weer niet vinden. Doolhof Teerzon. Oké. Hier zie je de... Ja, hier zie je eigenlijk een hele vette, flinke arena. Je ziet hier overal bloed, dus hier is al flink gevochten in het grote Teerzon. Zo. Ziet dit er episch uit of ziet dit er episch uit? En hier zit natuurlijk dan de king of zo. Hier zit waarschijnlijk dan de king en aan de andere kant kun je er nog iemand anders laten zitten. Misschien wel het koninkrijk van de uitdager of zo. Misschien dat je twee champs tegen elkaar laat vechten. De twee kampioenen van de kingdom. De twee beste strijders laat je dan tegen elkaar vechten. En dan zit hier je prins of prinses of je vrouw, whatever. En dan ga je lekker strijden. En uiteindelijk natuurlijk, ik weet niet of jullie een beetje gladiator films kijken. Maar meestal uiteindelijk doen ze dan de thumbs up of de thumbs down. En de thumbs up is, hij mag blijven leven. En de thumbs down, dan mag de ander hem genadeloos neerhalen. Even kijken. Volgens mij heb ik nu al alles laten zien op dit eiland. Ja, ik vlieg nog een stukje eroverheen. Ik ga nu op zoek naar het tweede deel. Er zijn volgens mij nog twee stukken, ja. Dus ik zie jullie bij het volgende. En dat is waarschijnlijk de hoofdstad, is dat denk ik. Ja. En ze hebben ook nog een havenstad. Dus ik zie jullie bij één van de twee en ik laat al wel weten waar ik ben. Zo, ik ben aangekomen bij een nieuw stukje. Die moet je dus gewoon eigenlijk rechtstreeks tegenover het eiland waar we net waren. Hier vaar je dan heen en dan kom je hier uiteindelijk uit. Wat staat hier? Ik had de skin eerder dan die... Grof taalgebruik hier in Teerzon. Ik denk, Unbroken, dat je even moet kijken naar dat bordje daar. Want ik denk niet dat dat de bedoeling is. Een klein farmpie. Zo, en dan gaan we even kijken waar dit eindigt natuurlijk. Ik vind het wel echt een heel mooi gebied hoor. Het ziet er wel echt... Gewoon echt een awesome bos. Echt een beetje zo'n Duits bos vind ik dat wel. Echt wel nice. Maar de bomen staan echt wel wijd uit elkaar. Echt, van die, echt zo'n naaldboombos. Ja. Ik kan me wel invinden in wat voor omgeving het zou zijn. Het eiland naar de haven. Dus die kant op. Nee, weet ik niet. Geen idee, laat maar zitten. Dit is een beetje onduidelijk. Want je ziet daar iets heen en daar iets heen. Dus waar moet je nou heen? Moet je nou die kant heen of niet? Dit is wel duidelijk. Kun je duidelijk dat pad op of dat pad op. En hier staat havenstad en hier staat hoofdstad. Toevallig weet ik dat de bordjes zijn omgewisseld, dus we gaan nu naar de hoofdstad. Hier staat nog niet zo extreem veel, maar wel wat er staat is echt heel episch gemaakt. Waarschijnlijk ziet dadelijk in één keer ook uit de schaduw verrijzen. Het is echt een massive gebouw, dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe Teerzon in zulke grote vormen een hele stad wilt gaan bouwen. Want dan ben je echt eeuwen bezig. Het is echt niet normaal hoe lang je aan bezig bent. Zo. Als het goed is komt hier nog een brug. En je kunt wel zien, het zijn niet de sterkste bruggen. Het is gewoon dunne plankjes met wat houten palen. Maar het ziet er wel episch uit. Het is wel nice gemaakt. Dus we rennen even door. Tot we... Zie je het? Hallo doggo. Kijk, dit bedoelde ik nou. Het is toch echt niet normaal hoe groot dat is. Dadelijk ga je het pas echt goed zien als ik er recht voor sta. Ze hebben ook helemaal een ladder naar de top gemaakt. Ik ga wel vliegen erheen, want anders zie je het toch niet goed. Het is echt niet normaal hoe groot het is. Dus ja, daarom zeg ik ook, ik wens ze heel veel succes met hier een muur van te maken. Want ik denk eerder dat je die muur af hebt, dan zit je in 2020 of zo. Want het is echt niet normaal hoe huge dit is.
Echt niet normaal. Zullen we even van dichtbij gaan bekijken. Ze hebben hier ook een klein farmpje gemaakt. Maar dit wordt uiteindelijk blijkbaar de hoofdstad. Dus ze hebben echt nog heel veel te doen. Maar dan heb je zo'n massive poort. En hier beneden heb je dan nog zo'n houten barrière gemaakt. beetje, ja, ik weet niet. Oké, nice. Ik ga nu wel echt naar de havenstad toe. Daar vlieg ik eventjes snel heen en dan zien jullie mij terug als ik in havenstad ben. Zo, ik ben aangekomen bij de havenstad. Ja, dit zijn farmpjes dan. Maar uiteindelijk, als we hier rechtdoor lopen, komen we uit bij de havenstad. En ik ben super benieuwd wat ik hier ga tegenkomen. Dus, ik ben benieuwd, man. Oké, ik zie er al iets van een klok, een toren, houseshield. Heel veel schapies in de kleur van Teerzon, denk ik dan. Ik ga ze aan de kant, beest. Even kijken, hier zijn ze nog iets aan het bouwen. Oké, nice. Oh, hier kun je de boten uitladen. Hout, hier is wat hout binnengekomen, pakketjes hout. En musicboxen, wat zijn dit voor boxen allemaal? Noteblocks, oké. Noteblocks. Oh, daar kun je toch volgens mij op slaan of zo. En dan krijg je zo'n geluidje, zo pink. Kraampjes, oké. Teerzon komt langzaam wel tot leven hier in de havenstad ook. Ze hebben echt al flinke ruimte gemaakt voor gebouwen en zo. Zoals binnen in dit gebouw kijken als het kan, als ik wel de ingang kan vinden dan. Het is wel echt een nice, een nice fontein. Lijkt een beetje op een kleine toren. Die hebben ze dan, ja, er stroomt er allemaal water uit. Kijk die spin hier, die zijn het aan het draaien. Even kijken of het huisje af is zo van binnen. Ik vind decoratie ook wel gaaf om te zien. Het is niet af, maar ja, van buiten is het wel een mooi huis. We zijn nog vergeten de planten te plaatsen. Oké, dan gaan we hier... We kunnen hier wel lopen, waarschijnlijk. Gaan we kijken of we de top kunnen bereiken van dit gebouw. Sneeuw. Hoe komt die sneeuw? Of we gaan eerst even hier naar de andere kant. Oké. Het is gewoon een verhoogd stuk of zo, ja. Dan hebben ze daar water neergezet voor als je aangevallen wordt. Dan kun je aan iemand... flame of hoe dat heet. Fire aspect, whatever. Op zijn bow heeft staan. Spring je snel in het water. Wat zit hieronder dan? Niks. Alsof een afvoerachtig iets. Maar dan gaan we lekker naar boven klimmen. In de grote klokkentoren van Teerzon, zijn havenstad. Ja. Je kan niet helemaal omhoog. Dat valt me tegen, Teerzon. Jammer. Maar ja, het is ook wel een klok binnenin. Dus ja, ik weet niet. Laat maar zitten. Dan gaan we nog eventjes bekijken naar de toren zo eromheen. Even een mooie shotje maken. Kunnen jullie zien hoe laat het is? Het ziet er wel episch uit. En je hebt echt genoeg ruimte hier. Ook echt veel plek. Dus ja, ook die mooie eilandjes. Als je die allemaal vlak maakt, dan kun je er allemaal zo'n mooie kader van maken. Ik wil ook wel een stuk kader echt in mijn kingdom. Dus dit is wel een goed voorbeeld. Hier kan ik ook wel op terugkijken. En een beetje kijken van... Ja, dat vind ik ook wel mooi. Niet dat ik het helemaal nagebouw. Ik doe het natuurlijk in mijn eigen stijl. Sowieso zit ik niet in spruce, maar ook. Maar ik heb zelf wel de struggles met kaders en zo. Maak ik het helemaal van hout, maak ik het van steen. Maar steen ziet er ook wel goed uit, moet ik hier zeggen. Dus dat is helemaal mooi. Dan gaan we hier lekker op de toren staan en dan gaan we de video afsluiten. En hoop ik dat jullie deze video weer episch vonden. En dat jullie ook de video natuurlijk even wel hebben geliked intussen. Verder, ben je nog niet geabonneerd, abonneer dan even op mijn kanaal. Klik dan ook meteen even op het belletje. Als je het nog niet hebt gedaan, dan mis je geen enkele video van mij. En dan wil ik jullie de vraag stellen. En ook vooral als de kingdoms kijken die nog niet in de video zijn geweest in de Kingdom 2 serie. Welk kingdom moet als volgende komen? Dus ik wil vooral de kingdoms vragen die nog niet in de video zijn geweest. Om eventjes te reageren en een berichtje op Discord naar mij te sturen. En anders zet ik zelf op Discord een mededeling. Van hey, wie wilt als volgt. En anders kies ik zelf wel iemand uit. Of ik maak gewoon eerst even een Survival Kingdom video. Want in mijn kingdom is ook al van alles gaande. Ik heb wat dingen weggehaald. Ik heb wat dingen nieuw geplaatst. Dus ik ben lekker bezig. Dus nou ja, nogmaals bedankt voor het kijken. En ja, ik hoop dat jullie heel veel plezier hadden bij het kijken van deze video. En dan zie ik jullie gauw terug bij een nieuwe video.